De badgasten aan het strand in Katwijk hebben tegenwoordig het uitzicht op een 4 kilometer uit de kust recht in zee staande ijzeren stellage. Het is een golfpaal, ook wel golfhoogtemeter genoemd, die er door de meetdienst van Rijkswaterstaat geplaatst werd. Op gezette tijden vaart men erheen om de registratieapparatuur te controleren die zich in de paal en in een op de top gebouwde ruimte bevindt. Voor wie op het deinende scheepje staat, lijkt het alsof de stevig verankerde paal zelf in de golven heen en weer beweegt. De ter plaatse verkregen registraties worden door middel van een elektrische kabel overgebracht naar een meetstation aan de wal, dat in Katwijk gevestigd is in het gebouwtje van de reddingsbrigade. De rusteloze bewegingen van de zee worden automatisch door een kraspen op een papierrol geschreven, waarvan ze eenvoudig kunnen worden afgelezen. Waterstaat verricht deze metingen om een inzicht te krijgen in de hoogte van de golven voor onze kust. Ook de eb- en vloedbewegingen worden in de waarnemingspost automatisch vastgelegd. Al deze metingen zullen de kennis van de waterbouwkundigen over de gedragingen van de raadselachtige zee vergroten. Hetgeen vooral met het oog op de uitvoering van het deltaplan van uitzonderlijk belang is.